Goedendag, mijn naam is Jos Aafman. Ik kijk naar een inverse functie van x van deze functie via de eerste bezigtristum. Ja, het algemeen, als je een functie hebt, hier f van x, je tekent de eerste bezigtristum, dan spiegelt die functie over de eerste bezigtristum, ja, loodrecht en dezelfde afstand, de nieuwe functie krijgt is dan de inverse functie. Hier gebruik ik een half tot de macht x, dus 1 tweede tot de macht x. Dit is een afname. Als je 0 hebt, dan krijg je 1 voor de functie. Als je 1 krijg, krijg je 1 tweede tot de eerste, is 1 tweede. Als je 2 krijgt, krijg je 1 vierde. Ja, dit is x. En een half tot macht x. Dit is de x-waarde x, een half tot macht x. Als je punten tekent op de grafiek hier, ja, heb je eerst 0, 1, ligt hier. Ja. Dan heb je 1 en 1 tweede, dus x-waarde 1 en waarde 1 tweede, ligt hier beneden. Ja. Dan de waarde 2, x-waarde 2 en waarde 1 vierde, ligt dus hier. Ja. Dan kun je hier deze functie tekenen. Dat is de functie die je hier tekenen, een half tot de macht x. Dit is f van x, een half tot de macht x. Ja, nu gaan we proberen de inverse te tekenen. Dus nou, we gaan proberen de inverse te tekenen van deze functie. De eerste bezigtristum. Dus hier tekenen we de eerste bezigtristum. Die gaat op punt 1, 1, 2, 2 enzovoort. Dus x is y. Dat is de eerste bezigtristum. We tekenen die. Dit is uw eerste bezigtristum. Dat is y gelijk aan x of x gelijk aan y. Wat betekent in feite? Als je gaat spiegelen, dan gewoon de x en de y gaan omdraaien. Dus we gaan x vervangen door y en door x. Dan krijg je het punt 1, 0 hier. Je krijgt punt 1, 2, 1, 1, 4, 2. Dus we gaan die punten tekenen. Eerst 1, 0 ligt op de x-as, neem 1, 0. Tweede punt is een half op de x-as, 1 op de y-as. Komt hier een half en dan hier ligt 1. Het is een half en dan ligt hier 1. Volgende punt is 1 vierde, ligt dichter bij de x-as en dan waren 2. Dus hier 1 vierde, daar 2. Dan die drie punten, als je die drie punten verbindt, ja, dan krijg je de inverse functie van een half x. Deze functie hier, die nu wordt getekend, is f min 1 van een half x. Dit is f min 1 van een functie een half tot de macht x. Ja. Dat betekent feiten dat dat gelijk zal zijn aan een half log x. Dat noemen we de half, een half log x. Half log x. Ja. Dus we hebben de functie 1 tweede x getekend, bezigtristum getekend, en dan daarmee de inverse functie f min 1 van x berekend. Dankjewel, bye bye. Vandaag, ik maak me veel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kun je een beetje geld storten voor mij geld. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dankjewel, ik wil helpen. Dankjewel, bye bye. Dank nog wel.